De regio stemt voor provinciale staten en waterschappen. Stembureaus worden gerund door verstandelijk beperkten. En Nijmegen komt met opmerkelijke oplossing voor overlast Joris Evensplein. Ja, het is verkiezingsdag, dus mogen we weer allemaal naar de stembus. Deze keer voor de provinciale staten en de waterschappen. De eerste stemmers waren er alweer vroeg bij. Van de 168 stembureaus in onze streek opende dat op station Nijmegen als eerste om 16:15 ochtends. Maar echt storm liep het niet. Uit voorgaande verkiezingsjaren blijkt dat de opkomst voor deze verkiezingen een stuk lager ligt dan de landelijke. Nou, ik ben benieuwd hoe lang de rijen voor de stembussen vandaag zijn bij station Nijmegen. En of de mensen er al een beetje over uit zijn op wie ze gaan stemmen. Ik weet wel op welke partij nog, niet de persoon. Dus dat gaat u zo meteen in het stemhokje nog even uitzoeken. Klopt. Ja, daar ben ik al over uit. In ieder geval wel op welke partij. En welke kandidaat moet ik nog even kijken op de lijst. Was het voor u makkelijk om de partij te kiezen? Ja, het was best makkelijk inderdaad. Ik weet wat ik belangrijk vind, natuur en dieren en duurzaamheid. Nou, ik heb wel de nodige stemwijzers ingevuld. En ik viel echt een beetje in een soort van limbo van dat ik echt allemaal tussen partijen in. Ja, het is niet de meest populaire verkiezingen, de waterschappen. Als ik kijk naar de opkomst ook van voorgaande verkiezingsjaren. Ja. Vindt u dat er nog steeds de verkiezingen voor moeten zijn? Of zou er eigenlijk moet het tot een ministerie behoren, denkt u? Wellicht is dat een goed idee. Maar goed, over provincie wordt natuurlijk ook al een discussie gevoerd. Of dat een overbodige bestuurslager is of niet. Maar ja, dan moet je de staatsinrichting helemaal weer gaan veranderen. Met uw tactische kiezer houdt u rekening met de Eerste Kamer bij het stemmen op de provincie? Nee, ik zie het meer als volksvertegenwoordiging. Dus dat ze mijn stem laten horen. En dan moeten we even kijken welke coalities er uitkomen en hoe dat uitpakt. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maakte in de ochtend een tour langs verschillende stembureaus. Hier maakte hij even een praatje met de medewerkers in de diverse bureaus en keek of alles in goede banen was geleid. Bent u goed gestemd vandaag? Ik ben eigenlijk 365 dagen van het jaar wel goed gestemd, uitzondering daar gelaten. Vandaag ook, zonnetje schijnt, feest van de democratie, veel stembureaus en Nijmegen heeft doorgaans een vrij behoorlijk tot goede opkomst. Dus ik reken op de kiezers vandaag. Maar uiteraard mocht de burgemeester zelf ook stemmen. Dat gebeurde tijdens zijn bezoek aan het stembureau in de wijk Langvorst. Toch had Bruls weinig te kiezen bij het uitbrengen van zijn stem. Ik denk dat het geen verrassing zal ik zou stemmen dat ik stem op de allerbeste kandidaat voor mijn hele leven. Dat is mijn vrouw. Ik stem al mijn hele leven op dezelfde partij waar ik trouw lid van ben. En zij staat op die lijst, dus dat was niet zo heel erg moeilijk deze keer. En ik doe het ook vol overtuiging. Het zou mooi zijn als het zou lukken. We zullen het zien vanavond. Voor het runnen van alle stembureaus die vandaag geopend zijn, zijn er ook veel vrijwilligers nodig. Stichting Prokkel zorgt voor een deel van deze vrijwilligers. Zij koppelen mensen met een beperking aan een begeleider om zo hun talent naar voren te laten komen. 2 jaar geleden had Stichting Prokkel al een succesvolle pilot bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen zijn er nog veel meer bijgekomen, waardoor er al ongeveer 250 Prokkel-duo's zijn gevormd. Nou, een duo bestaat uit iemand met een verstandelijke beperking en een begeleider. En zij draaien een dagje met ons mee. Dus ze kijken hoe wij onze taken uitvoeren. En ze voeren ook zelf de taken uit, zoals nu. Stichting Prokkel vindt het voor de meer dan 1 miljoen mensen in Nederland met een licht verstandelijke beperking heel belangrijk om ze bij de stembureaus te betrekken. Zo zorgt het onder meer voor ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Vindt u het leuk om je hierbij te kunnen helpen? Ja, zeker vind ik het leuk. Ik leer er ook wel wat van. Dus. Nee, dit is een duo dat echt supergoed samenwerkt. En wat maakt dit zo bijzonder of zo mooi ten opzichte van de anderen? Ja, het is gewoon, ik vind het gewoon wel bijzonder dat het opgezet is. Dat, dat deze leerervaringen tijdens de verkiezingen gedaan kunnen worden. Ik vind het wel mooi. Iedereen die werkzaam is bij een stembureau moet deelnemen aan een toelatingstoets die voorafgaand aan de verkiezingen is gedaan. Als voorbereiding op deze toets heeft Stichting Prokkel extra lessen gefaciliteerd. Deze lessen zijn gegeven door ervaringsdeskundigen samen met onder andere de commissaris van de Koning. De werkzaamheden van de mensen met een verstandelijke beperking zijn hetzelfde als die van vrijwilligers. Wel krijgen ze, waar nodig, extra begeleiding. Sommige van hen kunnen zo zelfstandig werken dat ze zelfs als volledige vrijwilliger kunnen functioneren.
En dat valt natuurlijk in de smaak. Wat vindt u het leuk? Wat jullie hier doen? Ja, de eerste wordt de spanning, maar hij is goed. Ja. Een 52-jarige man is veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. Dit omdat hij tussen 31 oktober 2022 en 9 november 2022 meerdere diefstallen heeft gepleegd in Nijmegen. Dat meldt de rechtbank in Gelderland. De man heeft een rugtas, telefoon en computer meegenomen uit een sportschool. Ook stal de man verschillende spullen uit 6 woningen. De man is uiteindelijk opgespoord via verschillende camerabeelden rondom de sportschool en de huizen. Ja, omwonenden van het Joris Evensplein ervaren overlast. Dat is op zich niks nieuws, maar de gemeente Nijmegen heeft hier nu een opmerkelijke oplossing voor. Gezien er veel jongeren in hun auto's rondhangen, wordt de oplossing nu gezocht in parkeergeld. De gemeente hoopt de overlast terug te kunnen dringen door bezoekers een dagkaart te laten kopen. Wat het kost, is niet mis. Amsterdam heeft inmiddels gebeld. Ze willen hun parkeertarieven terug. Parkeren in benedenstad Nijmegen gaat misschien 30 euro kosten. Een voorstel van de gemeente om overlast rond Kronenburg Park en het Joris Evensplein terug te dringen. Het gaat heel erg over herrie, over gedeeld zien worden. Dus het is ook over een onveilig gevoel dat wordt ervaren door mensen die daar wonen. Iedereen kan rondom het plein parkeren tegen betaling. Na 11 uur 's avonds is parkeren gratis. Dit trekt meer auto's aan en de overlast neemt toe. Stadsbezoekers een parkeerdagkaart voor 30 euro laten kopen zou dit probleem moeten verhelpen. Ik vind het goed. De gemeente onderneemt actie om de overlast tegen te gaan, die door geparkeerde auto's veelal wordt veroorzaakt. Ja, dat vind ik wel een beetje buitenproportioneel. Ik ervaar nauwelijks overlast van het plein hier. Nou, hier op het Joris Evensplein lijkt me dat een uitstekend idee. Omdat bewoners die hier wonen nauwelijks de auto kwijt kunnen. En 30 euro voorkomt dat mensen die hier bezoeken willen parkeren. Overdag zijn hier wat jongeren aan het skaten en dergelijke. Dat is juist hartstikke leuk en heel positief. 'S Avonds is het een ander verhaal. Dan heb je wel overlast, ook van jongeren. Het plein wordt door sommige Nijmegenaren ervaren als een fijne ontmoetingsplek. Maar door de strenge aanpak dreigt ook dit verloren te gaan. Er zijn jongens bij die gewoon een huisje hebben, maar die financieel een beetje moeilijk hebben wat het eten betreft. En dan gaan ze hier boven bij het kapelletje. En dan gaan ze 's middags eventjes tussen 3:30 en 4:30 gaan ze een boterhammetje eten, een kopje soep eten en dan komen ze hier weer terug. Maar voor de verder als overlast hebben, nee, helemaal niks. Maar we worden wel gepakt. We werden wel gepakt dat we hier stonden met 7 man, alle 7 een bekeuring. Ook VVD Nijmegen ziet de hoge parkeerkosten niet als oplossing. Jongens die overlast verzorgen, jongens en meisjes, ja, die blijven toch rondjes rijden. Daar los je dit helemaal niet mee op. Dus ja, onze oproep zou zijn in plaats van het parkeerbeleid en het mobiliteitsbeleid van Nijmegen nog weer vervelender te maken, nog weer meer automobilisten te pesten, pak nou de oorzaak van het probleem aan. En dat zijn mensen die overlast geven, niet auto's die netjes geparkeerd staan. De gemeente organiseerde een informatieavond voor omwonenden. En allereerst kijkt het college naar wat er uit die avond is gekomen, voordat er verdere stappen worden gezet. De bedoeling is dat de overlast voor inwoners op dat gebied afneemt. Dus het moment dat zij weer gewoon veilig gevoel hebben als ze 's avonds ook naar huis komen. En als ze gaan slapen, dat er geen lawaai en gedoe is, waardoor ze niet fijn wonen. Dat is waar we met deze oplossing aan bij willen dragen. Ja, dan werpen we weer even een korte blik op de sociale media. De Vierdaagse meldt dat deelnemers die liever in een andere startgroep waren ingedeeld, vanaf aankomende maandag een ruilverzoek kunnen indienen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld alsnog samen starten met een vriend of familielid, als dat nu niet het geval is. Ja, en misschien heb jij het al thuis een tijdje liggen, maar het ligt nog lang niet overal in de grond. Glasvezelkabels. Het glasvezelnetwerk in Nijmegen wordt uitgebreid en ook de bedrijventerreinen worden nu voorzien van dit netwerk. Vandaag zette de wethouder de eerste schep in de grond op Kerkenbos. We zijn hier vandaag bijeen om de start te geven van de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen in Nijmegen. Het eerste bedrijventerrein is Lindenhol. En dit is de start van glasvezel op alle bedrijventerreinen in Nijmegen, zodat we overal snel internet krijgen. Hoe lang dit gaat duren, dat durft de gemeente niet te zeggen. Want ze weten niet wat ze in de grond tegenkomen. En het aanleggen van glasvezel is wel een hele klus. Glasvezel is een infrastructuur, die leggen wij in de grond aan. Wij sluiten alle bedrijven aan die daar toestemming toe geven.
En met de glasvezelnetwerken krijg je toegang tot heel veel providers. En daarmee kun je internet, televisie en telefonie afnemen. Sowieso dat je veel hogere snelheden kunt behalen met je internet. En veel meer capaciteit aan kunt. Dus voor bedrijven is dat sowieso belangrijk. En we hebben het gezien in coronatijd hoe belangrijk internet is voor iedereen om te kunnen blijven werken. Ze zijn al jaren bezig om dit aan te leggen in heel Nijmegen. Waar veel mensen dit al hebben thuis, is nu dus het bedrijventerrein in Lindeholt aan de beurt. De woningen sowieso, de huizen zijn allemaal al in principe kunnen aangesloten worden op glasvezel. Overal ligt al een glasvezelnet. Alleen op bedrijventerreinen was dat nog niet en daar zijn we nu mee gestart. Het zijn 8 bedrijventerreinen en we hopen zo snel mogelijk dat het gerealiseerd kan worden. Glasvezel heeft meerdere voordelen. Maar het voordeel waar de meesten iets van gaan merken is dat het een stuk sneller is. Dit is fijn voor de bedrijven, zodat zij ook sneller te werk kunnen gaan. Maar volgens de wethouder is dit niet alleen voor de bedrijven fijn. Ja, gewoon de snelheid en de betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid en de snelheid. En dat is zo, net wat ik zeg, zo belangrijk. En ook voor jou thuis, voor je PlayStation. Ja, misschien wist je vandaag nog niet op wie je moest gaan stemmen of moest je lang in de rij staan voor een stembureau. Maar over het weer kon je vandaag in ieder geval niet muilen. De eventuele buien zijn niet gevallen en het was de hele dag wel prima met veel zon. Morgen is in de ochtend een kleine kans op wat regen of motregen, maar al snel zal het dan droog worden. Wel overheerst de bewolking en het wordt morgen een graad of 12, dus dat valt best mee. De dagen na wordt het wat wisselvalliger met een afwisseling tussen buien en zonnige perioden. De temperatuur doet er nog een schepje bovenop. Het wordt maar liefst 16 graden. En dit was hem weer, het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. En nu op RN7 kun je kijken naar Nu in de Bios met de allernieuwste films. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!